Hallo, leuk dat je kijkt. In deze video ga ik je een beest van een internetrouter laten zien. Dit apparaat kan al jouw internetwensen vervullen. Maar eerst even dit. Ik word niet gesponsord door Peplink, het bedrijf dat deze routers op de markt brengt. En ik heb het apparaat wel gekregen om te reviewen en ik ben er inmiddels een tijdje mee bezig. En spoiler alert, dit is de beste router tot nu toe. Mijn naam is Jos Mark van Camping Trend en ik ben iedere dag bezig met kamperen. Samen met Marije en Martine verzorgen we dagelijks kampeernieuws op de website campingtrend.nl. Nou, daarnaast hebben we een hartstikke leuk digitaal inspiratiemagazine dat we maandelijks gratis versturen via e-mail. Nou, je kunt je hier zo boven gratis inschrijven en ik zal de link ook even delen onder deze video. Nou, ga er maar even voor zitten, want dit apparaat heeft heel wat mogelijkheden. De reden dat het hier nu ligt is omdat ik het binnenkort in de nieuwe camper laat inbouwen. En je hoort het goed, die nieuwe camper, ja, die staat al bij Steikel. Voor nu is dit wel even handig. Dit is een bijzondere router. Het is de Peplink Max BR2 Pro. En het is momenteel een van de dikste mobiele routers op de markt. Maar eerst, wat is nu eigenlijk het verschil tussen een modem en een router? Eigenlijk is het heel simpel. Een modem zorgt ervoor dat je met een apparaat, bijvoorbeeld je telefoon of je iPad, op het internet kunt. En een router zorgt ervoor dat je met meerdere apparaten tegelijk via bijvoorbeeld wifi of een bekabelde verbinding op internet kunt. Nou, dit is duidelijk een router. Hij is voorzien van wifi, wifi 6 trouwens, en van 4 zogenaamde LAN-poorten. Nou, LAN betekent Local Area Network, lokaal netwerk dus. Daarnaast beschikt hij over 2 WAN-poorten, dat is het Wide Area Network. Het netwerk dat naar buiten gaat. Het internet is bijvoorbeeld een Wide Area Network. En we zien aan deze kant verder de 12 volt power aansluiting, een USB aansluiting en een seriële aansluiting. Nou, die laatste, dat is deze, die mag je vergeten, want dat is meer voor computer naar computer verbindingen en ook nog eens een keertje super traag. Nou, verder zien we ledjes voor de status en 2, je hoort het goed, 2 ingebouwde modems. En dat zijn 5G modems. Op de andere kant zitten maar liefst 11 antenne aansluitingen. Voor wifi, 5G en GPS. Achter dit klepje zitten 4 simkaartslots. Ja, echt 4 stuks. En het kastje is van degelijk aluminium gemaakt. Met koelribben voor het afvoeren van de warmte. In de verpakking worden al die antennes meegeleverd voor direct gebruik. Maar wil je een optimale verbinding, dan adviseer ik je om een buitenantenne te gebruiken. Nou, Peplink heeft die ook voor dit beest. En je hebt er 2 nodig om al deze aansluitingen te vullen. Nou, wat kun je daar nou allemaal mee? Nou, deze router is voor het eerst met mij mee geweest toen we naar Catalonië onderweg waren voor de liveshows. Via deze Peplink zijn de liveshows en verschillende andere video's op YouTube geplaatst. Maar Jos, hoor ik je zeggen, gebruik je dan je Starlink niet meer? Nou, zeker wel, want Starlink hang ik aan deze router als WAN, Wide Area Network. Dat zal ik straks even beter uitleggen. Die 4 simkaartslots die hier zitten kun je vullen met kaarten van verschillende providers. Ik gebruik T-Mobile en Vodafone, dus ik vulde maar 2. Maar ik zou eventueel een Frans kaartje of een Spaans kaartje in een van die andere slots kunnen steken. Nou, dan heb ik 2 5G modems die elkaars backup zijn en je kunt in de software van de router vertellen wanneer hij welke kaart moet gebruiken. Dus die T-Mobile heeft bij mij bijvoorbeeld een beperkte roaming, dus die moet ik in Nederland maar als eerste worden aangesproken. En ga ik de grens over, dan moet hij mijn Vodafone kaart gebruiken, want die heeft onbeperkt internet in Europa. Nou, dat is een manier om te gebruiken. Ik kan ze ook allebei aanzetten. En dan kiest hij de provider zelf die het beste signaal heeft, dus dan geeft hij het beste signaal voor hem. Nou, omdat die 2 modems gelijktijdig werken, kan deze router naadloos tussen die 2 modems overschakelen. Dat is bijvoorbeeld van belang als we een livestream doen, want dan wil je niet dat je ineens van het netwerk wordt gecatcht waardoor we offline gaan. Maar gebruik je nou 4 simkaarten, nou, dan kun je dus als je geen onbeperkt internet hebt, 2 lokale kaartjes in die andere 2 sloten steken. Nou, die geef je prioriteit, dan gaan die dus eerst werken en mocht er om wat voor reden geen verbinding kunnen worden gemaakt, schakelt die modem vanzelf naar een andere kaart. Nou, dat zijn dus al 4 opties voor zekerheid. Dat kan belangrijk zijn voor mensen die veel onderweg werken en die niet afhankelijk willen zijn. Nou, ik ga een stapje verder, dan hang ik dus ook de Starlink er nog aan.
En die heeft bijvoorbeeld niet zo'n snelle upload, waardoor het lang kan duren voordat je een video online hebt staan, wat wij dus veel doen. Peplink kan door middel van software het signaal van Starlink en van die twee modems met elkaar bundelen, waardoor je een veel hogere bandbreedte tot je beschikking krijgt. Nou, moet je niet verwachten dat het ineens het driedubbele wordt, maar het kan toch wel de helft van de tijd schelen in mijn geval. En als ik onverhoopt moet vertrekken terwijl ik aan het uploaden ben, dan kan ik die Starlink zorgeloos afkoppelen, want dan gaan de 5G-modems gewoon door. Nou, dat is in een notendop hoe deze Peplink Max BR2 Pro werkt. En mocht dit voor jou nou totale overkill zijn, dan heeft Peplink ook een BR1. En dat is, je raadt het misschien al, precies de helft van deze dikkerd. Dus één modem, één wifi, nou ja, dat soort dingen. In een volgende video ga ik jullie laten zien hoe ik hem gebruik in de nieuwe camper. En ik maak ook nog eens een video over de ervaringen, maar dat duurt nog even. En dan komen we nu op de prijs, want dat willen jullie natuurlijk graag weten. Nou, stel dat je dit apparaat wil gebruiken om televisie te kijken. Dan kan dat natuurlijk als je binnen het dekkingsgebied van je telecomprovider zit. En de bandbreedte op de zendmast die moet dan ook hoog genoeg zijn. Dan heb je dus eigenlijk geen schotel meer nodig op het dak van je camper. Nou, heb je gelijk ruimte voor meer zonnepanelen trouwens. Maar die televisieschotel, die kost dus eigenlijk zomaar tussen de 2500 en 3000 euro. En dat kost dit apparaat ook. En ga je voor de BR1, dan kost dat ongeveer de helft. Ga je voor een 4G-versie, als dat voor jou genoeg is, dan gaat er weer een paar honderd af. Nou, dus al met al een hele dikke internetrouter met veel mogelijkheden en een zo goed als ononderbroken netwerkverbinding voor wie dat graag wil of voor als het belangrijk is. Nou, hoe dat werkt met bundelen van je verbindingen, dat leg ik je graag uit in een volgende video. Vond je deze video de moeite waard? Geef dan even een duimpje. Druk op abonneren als je dat nog niet hebt gedaan en met dat belletje, tingelingeling, mis je ook de volgende video niet. Tot de volgende!